toegewijd en heilig leven. Wat is dat? Levensheiliging. Ik vind dat een spannend onderwerp. Omdat je vaak niet zo goed weet wat daarmee bedoeld wordt. En ook omdat het heel dichtbij komt. En waarom zou ik mijn leven aan God wijden? En waarom zou ik daarmee bezig zijn? Het mooie van de Bijbel vind ik dat levensheiliging begint van binnen. Het begint hier, bij mijn verlangen naar Gods Koninkrijk. En voor mij is toegewijd leven, heilig leven, dat is dat ik mij voorbereid op het grote feest. Op de bruiloft van het Lam. En door mijn geloof in Jezus heb ik een uitnodiging op zak. Ik ben uitgenodigd voor het feest op de jongste dag, om voor altijd bij God te zijn en met Hem te leven. En daar wil ik, daar wil ik bij zijn. Ik wil er alles op alles zetten om daarbij te zijn. Heel mijn leven mag in het teken staan van de voorbereidingen op dat grote feest, op die bruiloft. Maar dan is er wel iets nodig, dan moet er wel iets gebeuren. Want uit mezelf ben ik daar niet mee bezig. Uit mezelf ben ik op mezelf gericht. Draait de wereld om mijzelf. Jezus laat zien hoe slecht dat voor mij is. En daar gaat de wereld stuk aan. Uiteindelijk loopt de wereld vast. En door die manier van leven, door onze zelfgerichtheid, door ons egoïsme, altijd maar weer bezig zijn met jezelf, de anderen wegduwen, onderdrukken. Het is nodig dat ik op een andere manier ga leven. Veel meer op God gericht en op zijn belofte. Op de belofte van God dat het koninkrijk komt. En dat het zo ontzettend goed is om daar nu al mee bezig te zijn. Hij belooft mij een toekomst. Zonder tranen, zonder gebrokenheid, zonder ziekte. En waar God alles, in allen zal zijn. Hij belooft mij dat er ook voor mij een plekje is op de nieuwe aarde. En daar mag ik mij naar uitstrekken, daar mag ik mee bezig zijn. En dat wil ik doen. Nou, dat is voor mij levensheiliging, toegewijd en heilig leven. Dat ik zelf niet meer in het centrum sta van mijn gedachten en van mijn bestaan, maar dat ik door Jezus, door zijn geest en door zijn woord leer om God in het centrum te zetten. En dat ik met de dingen van God bezig mag zijn. Het bevrijdt mij van mezelf. Het zet me in de ruimte van Gods genade. En ik word nieuwsgierig naar wat God verder nog gaat doen. Ik mag op weg gaan naar de toekomst die Hij mij belooft. Toegewijd en heilig leven. De bruiloft van het Lam komt eraan.